Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe gadget video. Ik heb gisteren met de post deze doos ontvangen. Deze is van Flybricks. En wat het in feite is een Lego drone. Ik heb de verzendverpakking er wel vanaf gehaald, maar ik heb de doos zelf nog niet open gehad. Dus dat gaan we eerst eens doen, kijken wat erin zit. Dit zit er allemaal in de doos. Ik heb het allemaal uitgepakt. Heel veel dingen heb ik geen idee wat het eigenlijk is. Het ziet er wel interessant uit. Oh, dit is zwaar. Magnetisch. Oh. Zullen de motoren wel zijn die gaan ronddraaien? Denk ik. Rotorbladen. Dit ziet er ook machtig interessant uit. Nou, ik ben natuurlijk zo onhandig en atechnisch als ik weet niet wat. Er zit ook een brief bij, dus dat is wel mooi. Ik ben een van de eerste om een Flybricks kit te ontvangen. Hier zijn wat tips, instructies, bouwinstructies, die staan online. Dus dat is handig. Die kan je downloaden als pdf of uitprinten. En binnenkort is ook een app beschikbaar. Dan kun je hem ook via je telefoon besturen. Maar ik heb bewust deze controller erbij besteld. Ik neem aan dat die gewoon door batterijen gaat. Die niet zijn meegeleverd trouwens. Ik vind die tactiele feedback vind ik altijd wel fijn. Met een drone heb ik tot nu toe gemerkt. Met mijn weinige drone ervaring. Dus dat gaan we even uitproberen. Ik denk dat ik eerst maar even op zoek ga naar de instructies. En dan kijken of ik dit ding überhaupt in elkaar kan zetten. Oké, ik weet niet of dit goed op de camera te zien is, maar blijkbaar heb je dus in ieder geval drie verschillende soorten waarvan instructies online staan. Zogenaamde basic quad met vier motoren. Je hebt een octo, die heeft de 8. En een hexo design, die heeft de 6. En nou, die kun je allemaal maken. Er staat hier begin met de quad en dan leer je een beetje de basis kennen. Hoe je de motoren moet aansluiten en dat soort dingen. Probeer dan dus de octo en dan de hexo. Die is de moeilijkste. Nou, laten we maar eens kijken of ik überhaupt kan beginnen met die quad. Hier staat in elk geval wat alles is. Dus dat is ook wel fijn om te weten. Ik heb een beetje een lullig Lego poppetje erbij gekregen. Het lijkt wel een soort Franse chefkok. Even kijken of ik er straks nog een Batman of iets in kan zetten. Dat is toch een stuk cooler. Goed, stap 1. Laten we een quadcopter bouwen. Nou, dat ziet er... Ziet er cool uit als hij klaar is. Ik ga het gewoon proberen. Kijken wat het wordt. Even kijken. Nou, hij is af. Ik ben ongeveer 10 minuten, kwartiertje bezig. En de eerste is af. De instructies zijn best wel helder. Ze zijn in het Engels, maar goed, het is goed te begrijpen. Ik heb een Batman erin gezet. Die zit achter de knoppen. Ik moet nog alleen de batterij aansluiten. En dan kijken of ik kan verbinden met de afstandsbediening. Waar blijkbaar, dus, dat las ik. Ik heb hem nog niet gecheckt. Al wel, ja, zit er gewoon batterijen in. Die worden meegeleverd. Dat is wel erg netjes. Oké. Even kijken of ik de batterij kan aansluiten. En dan gaan we verder. Okay, alles zit goed aangesloten. Hij knippert, dat is de bedoeling. Ik heb de afstandsbediening aangezet. En hij is verbonden, want er zit ergens een klein oranje lampje die aanstaat. Dus dat is goed. Dit is allemaal nog extra motoren. Kabels is om dingen dus mee op te laden extra. Ik ga even toch, voordat ik een eerste testvlucht ga maken en die alle kanten op vliegt, even kijken, even spieken hoe de controller precies werkt. Dit is... We raden aan om even alle instructies te lezen voordat je gaat beginnen. Er zijn drie dingen die je moet weten voordat je kunt vliegen met je controller. Je moet hem matchen. Pairen, zeg maar, met de juiste board. Je moet hem in de goede
mode zetten. En je moet hem weer goed uit kunnen krijgen. Ik ga dit even rustig doorlezen. Ik heb hem een klein beetje uit elkaar gehaald, want ik krijg het niet voor elkaar. Het lukt niet. Het werkt niet. Ik moet meerdere stappen ondernemen om te kunnen vliegen. En de eerste is om het circuitboard te verbinden met de remote control. En dat lijkt niet te werken. Er moet een oranje lampje aangaan, die gaat niet aan. En vervolgens kan je dan de motoren aanzetten en dan moeten de lampjes blauw gaan knipperen. Dat werkt ook niet. Ik heb al heel vaak de batterij losgehaald en opnieuw gekoppeld. Dat staat ook hier in de instructies. Van als het niet lukt, haal dan de batterij los en doe het nog een keer. Nou, ik heb het al 10, 20 keer gedaan. Maar het lijkt niet te werken. Dus dit is een interessant probleem om op te lossen. Maar dat gaat me niet nu lukken. Dus ik denk dat ik een andere keer verder ga. En ook even met toch de helpdesk mij moet gaan bellen. Dus helaas, nog geen testvlucht. Het ging allemaal zo goed. Het ging allemaal heel snel. Maar bij deze cruciale stap loop ik vast. Andere keer verder.